Jairzinho Rozenstruik, beter bekend als Biggie Boy, heeft Suriname wederom op de kaart geplaatst. Hij heeft zijn tweede UFC-gevecht gewonnen en dat deed hij binnen 9 seconden. Nou, team Biggie Boy heeft een persconferentie gehouden in Ramada Rooftop. En het team van NEE brengt u het volgende verslag. Nou, het was een moment van reactie. Hij kwam naar voren, we wisten dat hij naar voren wou komen. En wij wilden hem ook drukken natuurlijk. Dus hij komt met een jab, ik maak ook een jab. En ik raak hem precies goed, dus ik maak het dan meteen af. Het is gewoon een fout die je maakt. Biggie Boy, je tweede UFC-gevecht is ook een succes geworden. Het schijnt dat je geen kind hebt aan de tegenstander. Nou, dat kan je wel zeggen, maar ik heb er hard voor getraind. En ik heb het goed gedaan en daar zijn we blij om. 9 seconden, vloer je tegenstander. Had je dat vooraf gecalculeerd? Nou, natuurlijk niet, maar ik was gewoon scherp. Het was gewoon vanaf het begin en ik raak hem ook in het begin en is het ook afgelopen. Wat is de volgende stap die jij onderneemt nu? Nou, de volgende stap is gewoon even wachten tot we weer gaan onderhandelen en wachten op de derde tegenstander. En natuurlijk zorgen dat we die ook winnen en verder kunnen gaan. Hoe was je voorbereiding naar het gevecht met Crowder toe? Nou, dat was een hele geweldige voorbereiding, lekker pittig. In de eerste maand hebben we alleen maar krachttraining en conditietraining gedaan. Tweede maand gewoon meteen grondwerk aanpassen en de derde maand gewoon compleet. Twee sparringspartners laten komen en we waren er bijna klaar voor. Gingen we naar Amerika, gingen we daar ook nog even trainen. En ja, was best pittig, ik heb heel veel geleerd. Ik heb ook met heel veel bekende of beroemde jongens getraind die al langer in dit industrie zitten. Dus ik heb heel wat geleerd en ik denk dat ik ready ben om gewoon vooruit te gaan hiermee. Je hebt ook een bezoek gebracht aan de president. Wat is er zoal besproken tijdens dat bezoek? Nou, het is een heel interessant gesprek geweest. En de president is heel trots op, zegt hij, op mij. En daar ben ik ook blij om. En ja, ik denk dat ik gewoon de ondersteuning krijg van de regering en van gewoon mijn hele land. En dat is gewoon geweldig. Heb je een boodschap aan jong Suriname, sporters die naar je opkijken? Natuurlijk. Sporters, maakt niet uit of je sport je doet. Geloof in jezelf en ga ervoor. Geloof echt in jezelf, vooral in jezelf. Wat men zegt is punt 2. Maar als je, maakt niet uit wat voor sport je doet, ga gewoon ervoor en geef alles. Dat is het. Dat heb ik gedaan. Is het nu even rusten of ga je door met trainen? Nee, even rusten. Ik heb nu een verplichte weekje rust. En dat doe ik nu. Ik pak gewoon mentale rust. En ja. Michael Bab, de trainer van Biggie Boy. Hoe bereid je Jairzinho voor zo'n gevecht? Ja, het ligt eraan. Sowieso beginnen we, als we starten, nemen we altijd ongeveer 3 tot 4 maanden nemen we de tijd. Het ligt eraan natuurlijk op welk tijdstip die wedstrijd is. En we beginnen meestal met het conditionele. Daar beginnen we de eerste maand mee. En daarna voeren we het op met technisch werk, zoals grondwerk, kickboksen. En zo bouwen we het eigenlijk op in die 4 maanden. Totdat hij eind van de laatste week we het alleen maar technisch een werk verrichten met hem. Biggie Boy legt een wereldprestatie op de mat door zijn tegenstander in 9 seconden te vloeren, zeg maar. Er is een discussie gaande, Mike, dat er helemaal geen slag kwam van uit Biggie Boy, maar dat de tegenstander is gestruikeld. Kun je dat clearen voor ons? Ik ga het zeker voor jullie clearen. Ten eerste hebben we het slow motion. Staat het op beeld. Als we dan weer terug kunnen kijken, dan zie je dat Biggie hem een opvangt met een stopstoot, een linker stopstoot. Waardoor Alan Crowder eigenlijk al een knockdown krijgt. Niet van bij kan komen. En Biggie natuurlijk als een high op hem afgaat en het verder is afmaakt. Je bent al een hele poos bezig Biggie Boy te trainen. Zie je progressie in zijn technieke vaardigheden? Kijk, Biggie is ontzettend leergierig en dit is ook weer een hele nieuwe sport voor hem. Nou ja, niet nieuwe sport, hij doet het al vanaf 2012. Wat heel veel mensen natuurlijk ook nog niet weten.
Heeft een goede achtergrond. Dat is een basis wat je moet hebben met een MMA. Dat je een hele goede achtergrond hebt als het nou worstelen is. Of als het nou kickboksen is. Maar je moet een goede achtergrond hebben om daarop te kunnen leunen. En hij is op dit moment, zie je elke dag zie je hem groeien. Zowel volwassener worden in zijn manier van doen. Het voorbeeld zijn, een rolmodel zijn. In alle facetten. En ik denk dat dit hem het ontzettend goed doet. Dat hij ook bij de UFC zit. Wat is de next step na Crowder? We hopen zo snel mogelijk wat van UFC te horen. Dat hij weer kan vechten. Want kijk, dat is hij en dat kan hij en dat wil hij graag. Dus dat doet hij ook ontzettend graag.